Een nieuwe Maserati is altijd groot autonieuws. Met een duidelijke link naar de historie van het merk. Een enorme drietand op een nog veel prominentere grill. Staat hier een hele exclusieve coupé uit Modena voor u. De Maserati Gran Turismo. Gran Turismo van Maserati is een auto die op papier heel veel moet bieden. Behalve dat exclusieve voorkomen van de hand van Pininfarina, heeft de auto ook goede prestaties, heeft hij reiscomfort te bieden en heeft hij zowaar wat praktisch gemak. Feitelijk is deze Gran Turismo meer een sportieve variant van de Quattroporte dan een opvolger van de kleine Maserati, de Gran Sport. Deze coupé is ook maar 12 centimeter korter dan de Quattroporte. Onder de kap van deze Maserati een V8, een oude bekende, 405 pk. De Gran Turismo komt met een automatische zesbak standaard. Die is van ZF. Die bak die schakelt soepel, maar we missen wel snelheid. De keuze is wel goed. We kunnen volledig automaat, hoeven niets te doen. We kunnen handmatig, sequentieel. Of met achter het stuurwiel met de bekende flippers. Op en terug. Een pluspunt van deze nieuwe Maserati is de besturing. Die is scherp. Direct, licht genoeg, toch met gevoel. Je kunt deze auto krijgen waar je hem hebben wil, precies. Even vergeet je het luie, het trage oppakken van de auto vanuit de langzame bochten. Even vergeet je ook zijn lengte en zijn toch niet geringe gewicht. Nee, die besturing is helemaal goed. Hoe nu deze nieuwe Maserati te plaatsen? Feitelijk hadden we er wel iets meer van verwacht. We missen bij deze auto agiliteit, beleving van het prestatiepotentieel en vooral bijterigheid. De Gran Turismo is niet echt een limo, daar is hij te sportief voor. Maar het is ook niet echt een sportwagen, daar is hij weer iets te comfortabel voor. Dus is het wellicht de ideale GT, want dat zit er precies tussenin. De ideale GT is het ook niet helemaal. Daarvoor is deze Italiaan te zwaarlijvig. De auto weegt bijna 1900 kilo. Afgezien van die heerlijke besturing klinkt de auto ook wat te braaf. En in de bediening overtuigt de auto niet helemaal. Bovendien, zijn prijs van 1,5 ton, daarmee komt hij in de klasse van de XKR van Jaguar, een BMW 650 en de CL van Mercedes. Hij is gewoon aan de prijs, zeg maar. Deze Maserati moet het vooral hebben van zijn uiterlijk, een heel opvallende verschijning. En hij moet het hebben van zijn exclusiviteit. En eigenlijk is dat nooit anders geweest.